U leidt aan ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, twee types van chronisch inflammatoire darmlijden en het Engels afgekort als IBD. Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa wordt gekenmerkt door opstoten van darmontsteking. Dit kan gepaard gaan met symptomen zoals buikpijn, diarree, bloedverlies, vermagering of vermoeidheid. Soms kunnen ook klachten tot uiting komen buiten het maag-darmstelsel, zoals bijvoorbeeld droogte van de ogen, huid of gewrichten. Ik ben dokter De Koning, maag-darmspecialist in het Sint-Andries ziekenhuis Tielt. Om uw ziekte goed in kaart te brengen en op te volgen, maken we gebruik van bloedafnames, van stoelangsonderzoek, van een CT of MRI-scan, maar voornamelijk van endoscopische onderzoeken, zoals een coloscopie of een hysteroscopie. Voor deze laatste onderzoeken beschikken we in ons ziekenhuis over een moderne endoscopie-eenheid. In ons ziekenhuis staat een gespecialiseerd IBD-team voor u klaar. Dat bestaat uit de 4 gastroenterologen, de IBD-verpleegkundige, de diëtiste en nog een hele reeks andere specialisten. Voor uw intraveneuze behandeling, zoals de biologicals, kunt u terecht op het dagziekenhuis waar dus de infuustherapieën plaatsvinden. En uiteraard houden we uw huisarts van alles goed op de hoogte. Ik ben Anne Bommery, ik ben IBD-verpleegkundige in het Sint-Andries ziekenhuis van Tielt. Indien u de diagnose kreeg van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, geef ik u na het consult bij de arts de verdere nodige uitleg over je ziekte, je therapie, de bijbehorende vaccins, nuttige reistips en eventuele formaliteiten waar u nog recht op heeft, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een valetpasje. Indien u een vraag heeft over een eventuele opstoot, bijwerking of andere praktische zaken, kan u mij altijd bereiken per telefoon of per mail. Als uw therapie een inspuiting is die u later zelf gaat doen, zal ik u dit aanleren tot u dit goed kan. Als u naar het dagziekenhuis moet komen om een bakster, zal ik eerst met jou enkele zaken overlopen. Ik zal uw bloeddruk nemen, uw gewicht, uw temperatuur en ik zal enkele bloedstalen afnemen. Ik ben Corina Ogen, verpleegkundige op het intern dagziekenhuis. Eenmaal je aangekomen bent op je kamer, starten we met het plaatsen van je infuus. Tijdens de inloop controleren we regelmatig je bloeddruk en je pols. Ook na inloop is het heel belangrijk nog even na te blijven ter observatie om te zien of er geen verdere nevenwerkingen zijn. Indien alles goed verlopen is, mag je het dagziekenhuis verlaten. Een belangrijk deel van de IBD-patiënten die we op onze dagkliniek zien, zijn actief werkende jonge mensen. Het is voor hen niet altijd makkelijk om tijdens de werkuren hiervoor naar de dagkliniek te komen. Regelmatig moeten ze hiervoor vakantiedagen of sociaal verlof opnemen. Daarom zijn we een avondsessie gestart in dit ziekenhuis. Een patiënt die dit wil, kan dus na de klassieke werkuren komen naar het dagziekenhuis voor zijn therapie. U ziet, in het Sint-Andries ziekenhuis Tielt zijn we met een heel gespecialiseerd team dat perfect weet hoe uw ziekte aan te pakken. Tot op de consultatie of tot op de dagkliniek.